Ontzettend belangrijk overleg op kantoor van eventbranche.nl en dus ook van de organisatie van de Gouden Giraf. Naast mij Mark, kijk eens links en aan de andere kant de giraf zelf. Mark, de Gouden Giraf. Ja. Mensen komen nu met vragen, waarom zou ik eigenlijk meedoen? Legitieme vraag zou ik zeggen, maar waarom zou je nou toch als bedrijf, als locatie, als wie dan ook in de branche meedoen aan de Gouden Giraf? Ik zou de vraagstelling eigenlijk een beetje om willen draaien. Waarom zou je niet inschrijven? Jouw vraag was, waarom schrijf je in? Nou, waarom zou je niet inschrijven? Want niet om? Nou, niet inschrijven betekent dus dat je eigenlijk denkt van, joh, mijn event was eigenlijk niet wat. Dat was eigenlijk niet prijswaardig of andere evenementen zijn altijd beter. En daarnaast, als je inschrijft, krijg je meteen al alle aandacht die daarbij hoort. Dus wij kondigen het aan. Je evenement komt sowieso in de spotlight. Ja. En wat ik ook hoorde, zei, ja, het zijn toch altijd dezelfde bureaus die winnen. Maar de Gouden Giraf dit jaar gaat gewoon op zoek naar het effect. En totaal ondergeschikt wie opdrachtgever of wie bureau of locatie is. En we vragen er €295 voor. Ik hoorde laatst van iemand zo, dat is een onkostenvergoeding. Maar als je dat dan even vanuit jouw sales expertise bekijkt. Stel dat ik twijfel om in te schrijven, wat krijg ik voor €295? Nou, in ieder geval dat we melden dat je het hebt ingeschreven. Nou, dat is al een ding. Je gaat dan gelijk mee in de hele verspreiding van het bericht. Nou, dan praat je al over zo'n 30.000, 40.000 mensen. En daarnaast krijg je twee kaarten. Twee kaarten voor de awardshow. Dat is inclusief alles. Eten, drinken, een hele show. Nou ja, dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Namens Mark en de Giraf, kom op. Inschrijven voor de branche, voor uzelf en voor dat prachtige vak, zodat we het aan iedereen kunnen laten zien. Doe maar. Inschrijven. www.gouden-giraf.nl.